Ik ga heel veel online spullen kopen. Kost toch allemaal geen geld. iPhone 6 Plus. 1500 euro, doe maar 3. Heb ik nog genoeg krediet? Denk het wel. Gucci schoenen, last sandal. 500 euro, doe er maar 4. Een klein nog, oh nog één. 5. Hallo. Hallo, wij zijn van de Clenso en de Lasando. Kom hier een ketje brengen. Okay, alsjeblieft. Alsjeblieft. 50.000 euro? Dat kan ik niet betalen, dat geld heb ik niet. Hallo. Hallo, welkom bij de gemeente Velsen. Wat kan ik ervoor doen vandaag? Ik heb een geldprobleem. Wat voor soort is dat? Ik heb een schuld openstaan. Oké. Van hoeveel? 50.000 euro. Oké. We kunnen 2 dingen voor u doen. U kunt een cursus volgen of we kunnen het verlengen naar een jaar. Een cursus volgen graag. Oké. Hallo en welkom bij Koop nu wat je niet nodig hebt show. Dit zijn mijn 2 assistenten. De show. En dit is de nieuwe kandidaat, Luc Bakker. Jij krijgt deze mandje komende 2 jaar om. En als jij iets koopt wat je niet nodig hebt, dan krijg je een schok. Maar als je wel iets koopt wat je wel nodig hebt, dan krijg je geen schok. Oké, Luc, hier staan 5 artikelen. Welke van de 5 heb je nodig en welke van de 5 heb je niet nodig? Welke wil jij het eerst willen kopen? Deze. Nee, die heb ik niet nodig. Maar die heb ik wel nodig. Ja, die heb ik ook niet nodig. Het petje heb ik nodig. Die heb ik ook niet nodig. Die appel dan, heb ik die nou weer nodig? Oh, die heb ik nodig. Ja. En de boterham zeker, die heb ik zeker ook nodig. Ja, goed zo. Deze heb je altijd nodig, is gezond. Ja. Maar oké, de test is nu voorbij. Ik stuur je nu het echte wereld in. En zo ga je het aankomende 2 jaar doen. Dit is de enige manier om van je schulden af te komen. Ik zie je weer over 2 jaar. Oké. Kijk eens mevrouw, ik heb mijn armband 2 jaar omgehad. Ik heb alleen maar spullen gekocht die ik nodig had en daardoor heb ik heel veel geld kunnen besparen. Nou, goed. U krijgt nu uw diploma. Mm. Assistente Marjan. Alsjeblieft, de diploma. Alsjeblieft, hier is uw diploma. Nu is al uw schulden verlost. Okay. Alsjeblieft. Dank u wel.